Hey, hallo! Welkom bij deze tweede aflevering uit onze serie over de algemene relativiteitstheorie en over zwaartekrachtsgolven. In deze aflevering gaan we het hebben over de speciale relativiteitstheorie. En die speciale relativiteitstheorie die wordt meestal toegekend aan Albert Einstein. Dat is niet helemaal onterecht, maar er zijn meer natuurkundigen die zich met deze theorie in bezighouden. En de formulering die wij nodig hebben is de formulering van Herman Minkowski. De speciale relativiteitstheorie is de volgende stap die wij nemen op weg naar de algemene relativiteitstheorie. En de speciale relativiteitstheorie is een theorie over tijdsduren en over afstanden. Je moet je voorstellen dat er twee dingen gebeuren. Laat ding 1 zijn dat er een sterretje ontploft in het gezicht van een van onze studenten. En laat ding 2 zijn dat een van onze andere studenten over een stoel heen struikelt. Nou, voor mij zat er tussen die twee gebeurtenissen een seconde of 2. En de afstand tussen die twee gebeurtenissen was een metertje of 5 ongeveer. De vraag die de speciale relativiteitstheorie stelt is, zat er voor haar ook 2 seconden tussen die twee gebeurtenissen? En heel veel mensen zouden dit beantwoorden. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk meet iedereen dezelfde tijd. Nee, de hoeveelheid tijd die verstrijkt tussen twee gebeurtenissen is voor de ene persoon echt een ander getalletje dan voor de andere persoon. Oftewel, de tijd verloopt voor de ene persoon sneller dan voor de andere. Daar is men achtergekomen op het eind van de 19e eeuw toen men zich bezighield met de studie naar elektromagnetisme, oftewel de wetten van magnetisme en elektriciteit. En die zijn samengevat in deze 4 wetten, de zogenaamde wetten van Maxwell. Nou, licht is een elektromagnetische golf en dat betekent dat alle eigenschappen van licht opgesloten zullen zijn in deze 4 formules. En dat klopt ook. Een van de dingen die je dus kan berekenen is hoe snel die elektromagnetische golf, die lichtstraal, beweegt. En als je dat hieruit probeert te berekenen, dan vind je inderdaad een getalletje. En dat getalletje is netjes 300.000 ongeveer kilometer per seconde, de lichtsnelheid. Maar hier gebeurt er iets geks. Want om dit getalletje te vinden, deze snelheid, hoef je van de wetten van Maxwell niet van tevoren te zeggen wat jouw assenstelsel was. Hoe je ook je assenstelsel kiest, je zal altijd dit getalletje vinden. En dat is gek. Als ik wil weten hoe snel een auto over de snelweg heen rijdt, dan moet ik wel van tevoren zeggen of ik mijn assenstelsel kies op de snelweg, of dat ik mijn assenstelsel kies vanuit de fiets waarmee ik langs de snelweg aan het fietsen ben en naar die auto kijk. In beide gevallen zal er echt een andere relatieve snelheid van die auto uitkomen die ik probeer te bekijken. Niet bij de wetten van Maxwell. Je hoeft niet je assenstelsel van tevoren te kiezen, met als gevolg dat in elk assenstelsel deze snelheid naar buiten komt. Hoe leidt dat tot tijdirritatie? Op de volgende manier. Snelheid is per definitie hoeveel meter je aflegt in hoeveel seconden. Maar als jij een assenstelsel hebt dat meebeweegt met die lichtstraal, dan zal het licht ten opzichte van jou minder meters afleggen dan wanneer jij niet was meebewogen met het licht. Dus ik kan 2 personen aanwijzen waarvan er eentje een grote dx heeft en de andere persoon heeft een kleine dx. En toch moeten die alle 2 dezelfde hoeveelheid kilometer per seconde meten. De enige manier waarop dat goed gaat, is doordat de hoeveelheid tijd in die beide assenstelsels een verschillend getalletje is. Voor de duidelijkheid, waar we het hier niet over hebben, is dat tijd alleen maar langzamer lijkt te lopen, zoals tijdens een heel saaie les, of dat die heel snel lijkt te lopen, zoals bijvoorbeeld tijdens een romantische date met jouw geliefde. We hebben het erover dat tijd echt anders loopt en dan kom je achter als je elkaars horloge met elkaar vergelijkt. Is tijdirritatie de enige truc die de natuur met je uithaalt? Het antwoord is nee. Het blijkt dat de natuur een heel scala aan rare fratsen voor jou in petto heeft om er maar voor te zorgen dat de snelheid die jij zal meten wanneer je naar een lichtstraal kijkt, hetzelfde getalletje oplevert als wanneer iemand anders naar diezelfde lichtstraal kijkt, onafhankelijk van hoe snel jij en die andere persoon ten opzichte van elkaar bewegen. De eerste persoon die erachter kwam, dat was Albert Einstein en hij schreef het allemaal op in 1905 in een theorie die wij tegenwoordig de SRT noemen, de speciale relativiteitstheorie. Nou, sindsdien is de natuur nooit meer hetzelfde geweest.
Sindsdien schrijven alle natuurkundigen wanneer zij een nieuwe theorie opschrijven over het universum, die altijd zodanig op dat die voldoet aan de regels van de SRT. Wat er veranderd is in die afgelopen 100 jaar, is de manier waarop wij de relativiteitstheorie opbouwen. Voor Einstein was het startpunt zorgen dat die regels zodanig zijn dat de lichtsnelheid voor iedereen hetzelfde getalletje zal opleveren. Tegenwoordig zijn we erachter gekomen dat er een diepere waarheid onder zit. Het blijkt namelijk dat de regels van de SRT niet zoveel te maken hebben met lichtstralen, maar iets te maken hebben met tijd en ruimte zelf. Zelfs als je een universum zou hebben waarin überhaupt geen licht voor zou komen, dan nog zou de SRT waar zijn, omdat elk universum altijd tijd en ruimte erin heeft zitten. Degene die daarachter kwam, dat was Einsteins voormalige wiskundeleraar en dat was Herman Minkowski. Nou, om te begrijpen hoe Herman Minkowski de regels van de SRT wist te koppelen aan tijd en ruimte, hoef je alleen maar even te kijken naar wat eenvoudige meetkunde. Om dit te demonstreren hebben wij Nelson links beneden neergezet. En op een aantal meter afstand rechtsboven zien wij Kai. Wij willen nu uitzoeken hoeveel meter er zit tussen Kai en Nelson. En daar hebben wij een assenstelsel voor nodig. We tekenen een x-as hier in het blauw. En daarbij behorend de y-as ook in het blauw. En als wij nu willen weten hoeveel meter er zit tussen Kai en Nelson, tekenen wij een zwarte lijn tussen deze twee heren. En de hoeveelheid meters die wij zoeken noemen wij s. Dit aantal meters s kunnen wij bepalen met behulp van de stelling van Pythagoras x kwadraat plus y kwadraat is s kwadraat. Nu introduceren wij een nieuw assenstelsel in het rood. Een rode x-as en daarbij behorend een rode y-as. De hoeveelheid meters tussen Kai en Nelson is nog steeds hetzelfde getalletje s, ondanks dat wij in een gedraaid assenstelsel zitten. Wij kunnen ook in het rode assenstelsel gewoon gebruiken x kwadraat plus y kwadraat is s kwadraat. Het getalletje is niet veranderd. We kunnen nu een belangrijke conclusie trekken over de eigenschappen van ruimte. We hebben namelijk gezien dat het niet uitmaakt of jij de afstand tussen twee punten probeert te meten vanuit een blauw assenstelsel of vanuit een rood assenstelsel of vanuit een willekeurig assenstelsel. In alle gevallen zal die afstand s door hetzelfde getalletje worden gegeven. Hoe kom je dat getalletje? In elk assenstelsel simpelweg door de stelling van Pythagoras toe te passen. En dat is natuurlijk ook exact wat je verwacht. Want waarom zou de afstand tussen twee locaties in de ruimte zich er wat van aantrekken of jij in een rood of in een blauw assenstelsel je meting doet? Dus iets compleet wat je verwacht. De vraag is nu of er een soortgelijke regel bestaat, maar dan niet voor de ruimte, maar voor de ruimtetijd. En volgens Herman Minkowski is het antwoord daarop ja. Om dat te onderzoeken heb ik hier de tekening gemaakt van de ruimtetijd. Ik heb hier deze as als ruimteas, hier heb ik een tijdas. En heb ik hier weer twee punten met daartussen een bepaalde afstand. En in de ruimtetijd noemen wij die afstand vaak met de Griekse letter T de tau. Nou, dit zijn geen locaties meer, hè? Het zijn gebeurtenissen, dingen die gebeuren in de ruimte en de tijd. En als mijn voorbeeld zal ik ons eerder voorbeeld nemen van deze aflevering. Namelijk, het moment dat iemand over een stoel heen struikelt, dat is deze gebeurtenis. En het moment dat iemand een sterretje in zijn gezicht ontploft krijgt, dat is deze gebeurtenis. En de vraag die we ons nu stellen is, hoeveel afstand door de ruimte en tijd tau zit daar dan tussen? Volgens Minkowski is dat gewoon weer de stelling van Pythagoras. Met één kleine aanpassing, en dat is dat de afstand in x-richting in het kwadraat moet je een extra mintekentje voorzetten. Waarom? Omdat de natuur het zo gekozen heeft. Maar als je dan dat extra minteken toevoegt, dan komt hier een getalletje uit voor de lengte van deze zijde. En dat getalletje zal voor alle andere waarnemers ook hetzelfde zijn. Laten we kijken hoe dat er dan uit zou zien vanuit een ander assenstelsel. En hier heb ik een ander assenstelsel, die zit aan een student vast, die ten opzichte van mij gaat bewegen en naar dezezelfde twee gebeurtenissen kijkt. Nou, bewegen ten opzichte van mij betekent dat haar rode x-as ten opzichte van mijn blauwe x-as voorbij schuift. En dan zie je ook meteen dat de afstand tussen de twee gebeurtenissen voor haar een minder aantal meters gaat zijn dan voor mij. Volkomen begrijpelijk, zij loopt immers op dat die andere gebeurtenis af, dus zij zal er minder afstand tussen zien. Maar als we dan voor haar die stelling van Pythagoras opschrijven, inclusief dat gekke minteken, en zij vindt een ander getalletje voor x kwadraat, dan moet blijkbaar haar getalletje voor t kwadraat zich aanpassen om maar te zorgen dat zij dezelfde hoeveelheid tau zal meten als ik. Maar als je een beetje wiskundig goochelt, dan zie je dat de hoeveelheid tijd die zij dan ziet tussen twee gebeurtenissen een kortere hoeveelheid tijd is dan die ik zelf heb gemeten. Met andere woorden, voor haar vinden deze twee gebeurtenissen sneller achter elkaar plaats dan voor mij. Zelfs een minder seconde op te wachten om dat te zien gebeuren. Dit effect noemen wij tijd. Dilatatie. Kleine opmerking. Ik heb hier een
C kwadraat in mijn stelling van Pythagoras geschreven. Dat heeft een reden. Als ik hem niet had opgeschreven, dan had ik hier een meter kwadraat gehad en dan had ik dan een seconde kwadraat mee moeten optellen. En dat mag natuurkundig niet. Je mag niet twee dingen van verschillende eenheid bij elkaar optellen. De reden dat dat verkeerd ging, is omdat mijn oorspronkelijke tijdas al een verkeerde eenheid had vergeleken met mijn ruimteas. En de enige manier om dat op te lappen, is door mijn tijdas te vermenigvuldigen met een snelheid. Die snelheid heb ik C genoemd. Daarom komt hij hierin terug en komt hij daarin terug. Maar ik wil meteen even zeggen dat C niets te maken heeft met lichtstralen. Het enige wat ik heb gedaan is gezegd, ik heb een snelheid nodig om de eenheden goed te krijgen. Ik noem dat getalletje C. Ik neem niet aan dat het 300.000 km per seconde is. Ik neem ook niet aan dat lichtstralen met de snelheid gaan. En ik neem al helemaal niet aan dat elke waarnemer dat getalletje dezelfde waarde zou moeten zien. Ik heb het alleen maar aangenomen om te zorgen dat de eenheden correct zijn. Maar als ik dat er allemaal heb aangenomen, dan zegt de regel van Minkowski dat iedere waarnemer dezelfde hoeveelheid tijd-ruimteafstand zal meten. Eén belangrijke voorwaarde is wel, deze regel geldt alleen binnen een inertiaalstelsel. Deze regel van Minkowski, dat deze rare versie van de stelling van Pythagoras jou in elk assenstelsel dezelfde hoeveelheid afstand touw in de ruimte-tijd zal opleveren, vat de gehele speciale relativiteitstheorie samen. We kunnen er ook aan de hand van deze regel ons afvragen wat de algemene formule is voor tijddilatatie tussen een blauw assenstelsel en een rood assenstelsel. En dan vind je deze formule. En je kan je ook afvragen wat de algemene regel is voor lengtecontractie tussen een blauw assenstelsel en een rood assenstelsel. En dan vind je deze formule. Het enige wat van belang is, is de snelheid v waarmee die twee assenstelsels bewegen ten opzichte van elkaar. Nou, het correct leren toepassen van deze twee formules, dat vraagt een compleet eigen webserie en dat gaan we hier niet doen. Wel, nog één opmerking over die snelheid c. Die had ik toegevoegd om te zorgen dat in de ruimte-tijd mijn tijdas en mijn ruimteas dezelfde eenheid zouden hebben. Het blijkt nu aan de hand van deze formules dat als je in het blauwe assenstelsel iets voorbij ziet komen met de snelheid c, dat de hoeveelheid tijddilatatie en de hoeveelheid lengtecontractie tussen die twee stelsels zodanig is, dat ook in het rode assenstelsel dat voor met de snelheid c zal gaan, oftewel dat de snelheid c hetzelfde is in alle assenstelsels. En daarmee hebben we complete cirkel teruggemaakt naar de wetten van Maxwell die al voorspelden dat die snelheid zou moeten bestaan. En daarmee zijn we ook aangekomen bij wat bij Einstein het startpunt was van zijn afleiding van de speciale relativiteitstheorie. Op deze manier wist Hermann Minkowski de regels van tijd en ruimte van de speciale relativiteitstheorie terug te brengen tot een theorie die niet ging over lichtstralen, maar over een theorie van ruimte en tijd zelf. In Minkowski's ruimtetijd moet de schuine zijde van elke driehoek altijd, en dat betekent voor elke waarnemer, dezelfde lengte hebben. Voorwaarde is wel dat deze waarnemers zich in het inertiaalstelsel bevinden. Als dat niet het geval is, gebeurt het anders en dat gaan we in de volgende aflevering bekijken.